06 1, 2, 3, 2 en dan 4 keer 4. Daniëls dumpnummer. Het is belangrijk dat je dit nummer in je eigen telefoon opslaat. 06 1, 2, 3, 2 en dan 4 keer 4. Als iemand om je nummer vraagt, maar je wilt het helemaal niet geven, zeg je dat dit je nummer is. Daniëls dumpnummer. Iedere zaterdag en zondag om 8:15 gaan we de voicemail uitluisteren. Eerste nieuwe bericht. Nou, dat is lekker zeg. Ik heb te wachten, kom niet opdagen. Doei. Volgend nieuw bericht. Goedendag met de firma Cargo Alkmaar. Ik heb een melding gekregen voor de plaats van een zijruit van de Isuzu. Zou u ons terug kunnen bellen voor het maken vanaf, voor het doorgeven van de juiste ruit, dat wij hem maar kunnen bestellen voor u. Einde bericht. Volgend nieuw bericht. Ja, goeiedag, mijn Pier van Tol, Happy Fisherman. Ik heb van u een boeking binnengekregen voor morgen om te vissen. Dit kan doorgaan. Wij verwachten u om 17:45. Laat even, morgenochtend. Laat even weten of u het vernomen hebt. Volgend nieuw bericht. Met Anita. Waarom neem je nou niet op? Ik probeer je al zo lang te bereiken. Je bent echt verliefd en ik zou je graag echt beter leren kennen. Wil je me alsjeblieft terugbellen? Kus. Volgend nieuw bericht. Goedemiddag, Marikus, Karkus, Alkmaar. Nogmaals, nu heb ik een afspraak gemaakt voor een ruitvervanging bij ons online. En we moeten even weten welk ruit erin moet. Anders kunnen we helaas niet komen tegen die tijd. Dag. Volgend nieuw bericht. Hallo, mijn ma. Wij vieren zaterdag Samantha de verjaardag hier thuis. Want ze vond ze leuk om dat hier te komen doen. En heb je ook geen zin om te komen? Het zou ontzettend fijn zijn. Volgend nieuw bericht. Hoi, wie's nummer is dit? Ik had er een vraagje. Oh. Volgend nieuw bericht. Nog een. Ik weet wel of ik er niet helemaal perfect uitzie, maar toon je me niet te negeren. Je kan me toch wel gewoon terugbellen. Niemand belt me terug. Volgend nieuw bericht. Ja, goeiedag, mijn leven tol, Happy Fisherman. Het vissen van morgen gaat door. Geef even een belletje A, U, B of u het ontvangen heeft. Volgend nieuw bericht. Hey, het is met Vincent. Ik heb je vanavond ontmoet in de beurs. En, ja, ik vond het gewoon heel gezellig. En ik dacht ik bel even, maar omdat hij nu niet bereikbaar bent. Maar ik zou het leuk vinden als je, ja, dat is toch nog iets van je hoort. Want ik vond het gewoon heel gezellig vanavond. Dus, je probeert misschien morgen nog even, en anders, ik kan altijd een berichtje sturen of iets dergelijks. Uh-huh. Oké, dat is het in ieder geval. Er zijn geen berichten meer voor u. Q is good. For you.